Peter Gillis stapt naar de rechter omdat hij het niet is met een dwangsom van 1 miljoen euro. Die legde de gemeente Peel en Maas hem woensdag op vanwege de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op zijn vakantiepark De Berkt in het Limburgse Baarlo. De realityster tekende eerder al bij de gemeente bezwaar aan tegen de dwangsom, maar die wees dat af. Gillis wil de kwestie nu bij de rechter voorleggen, laat hij in een reactie aan Shownieuws weten. Die ruimte is er, zo werd bij de bekendmaking van de dwangsom al bekend. Bovenop de dwangsom heeft de gemeente een last onder dwangsom van 300.000 euro opgelegd, omdat Gillis nog steeds arbeidsmigranten zou huisvesten op het vakantiepark. Dat bedrag kan oplopen tot 1,2 miljoen euro als de situatie niet verandert. Ook tegen deze dwangsom kan de realityster van SBS6 bezwaar maken. Het is onduidelijk of hij dat gaat doen. De eerdere dwangsom had niet het gewenste effect, zegt een woordvoerder van de gemeente. Daarom hebben we het nieuwe bedrag verhoogd van 250.000 naar 300.000 euro. Dat kan maximaal 4 keer gebeuren, na elke controle waaruit blijkt dat hij nog steeds in overtreding is. De hele procedure begint dan weer van voren af aan. Gillis, bekend van het SBS-programma Massa is Kassa, liet eerder weten de arbeidsmigranten te willen huisvesten op een plek naast de camping. De gemeente wees dat verzoek af. Volgens haar bestaat het risico dat de vergunning gebruikt wordt om illegaal verdiend vermogen te benutten en strafbare feiten te plegen. De gemeente Asten legde Gillis al eens een dwangsom op voor het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Uit onderzoek van het AD bleek dat voor 5 van zijn 9 vakantieparken sluiting dreigt. Wil je meer van deze video zien? Abonneer je dan op dit kanaal en like deze video. Tot later!